Nu ligt hij er. En vandaag zien we de eerste sporters op het veld. Dus we moeten nou eerst maar zien hoe dat gaat. Nu ligt het er, maar afgelopen zaterdag werd er nog hard gewerkt aan het nieuwe beachveld voor Sporthal de Arcus. Het veld dat een initiatief is van de sportverenigingen Trivos en Flyers kon op steun van de gemeente Wijchen rekenen. 5000 euro uit het lokaal sportakkoord werd ervoor vrijgemaakt. Ja, we wilden het eigenlijk al heel lang. We hebben 2 keer in de afgelopen jaren een beachveld opgebouwd tijdens Interlands. Dat was best veel werk, maar wel ontzettend leuk. En we waren eigenlijk op zoek naar een permanente locatie. En dan ligt die uiteindelijk gewoon voor je deur. Alleen moet je wel even omdenken en dat is uiteindelijk gebeurd. Zand uit zandbakken van scholen uit de buurt zorgde voor de basis en nieuw zand werd gebruikt voor de bovenlaag. Aan de damesrecreanten van de volleybalvereniging de eer om als eerste op het veld te trainen. En dat trainen, dat was alweer even geleden. Heel fijn. Echt heel fijn om na zo'n lange tijd weer gewoon aan het volleyballen te zijn. En dan buiten, dat is natuurlijk met dit weer gewoon fantastisch. Of het zand kan tippen aan de zaal, weet Driessen nog zo net niet. Het is niet met elkaar te vergelijken eigenlijk. Ik vind het gewoon nu heel fijn om dit te doen. Maar ik vind het straks ook wel heel fijn om de zaal in te gaan. Spelen op een beachveld is duidelijk anders dan in de zaal. Ja, dat is heel anders. Het is echt heel zwaar aan je benen, dat merk je meteen. Je voelt het ook meteen aan je enkels, want je speelt hier op blote voeten, je hebt geen schoenen aan. Dus je hebt op zich wel grip op de grond, maar ja, je bent veel slomer en het is echt heel anders dan in de zaal. Dit veld blijft in ieder geval tot september liggen. Of het veld daarna wordt opgeruimd hangt af van de interesse en het weer. De hoop is om uiteindelijk 3 vaste velden uit te graven en aan te leggen met alles erop en eraan. Maar zover is het nog niet. We hopen dat het natuurlijk dat dit een succes wordt. Laten we dat eerst nou maar eens doen. Maar we staan hier natuurlijk op een hele mooie plek tussen allerlei sportvoorzieningen. Schijn, achter jou zit een mooie voetbalkooi, zeg maar. Basketbalkooi ook. En wij denken dat het heel goed mogelijk is als dit nou een succes wordt. En ook de buurt het acceptabel vindt dat we uiteindelijk er een mooi permanent beachveld van maken. Maar laten we nou eerst maar eens dit goed doen en dan zien we dan wel weer. De avonden van maandag tot en met donderdag zijn gereserveerd voor de sportclubs, maar op de site van de Arcus kan iedereen op alle andere tijden de velden reserveren. Dat ziet Driessen wel gebeuren. Ik denk dat je het gewoon moet gaan doen. Als je het fijn vindt om buiten te sporten, dan vind je dit ook leuk volgens mij. Dus misschien als je een hekel hebt aan zand, dan vind je het wat minder. Maar ik denk dat het voor iedereen heel erg leuk is om te doen.